Maar vooral, wat ik heel zorgelijk vind, is dat er nu ook weer toch een tv-programma wordt gemaakt dat sociale media in een kwaad daglicht zet. En we zitten juist in een tijd waar overheden, de Nederlandse overheid, maar vooral de EU, met allerlei wet en regelgeving probeert die vrijheid van meningsuiting verder in te perken. En dan zouden juist mensen in de media zouden moeten strijden voor die vrijheid van meningsuiting. En strijden voor het feit dat niet alleen jij een podium hebt bij de NPO, maar dat iedereen met zijn telefoon een podium kan pakken. Ja, nee, maar, en dat zouden we ten koste van alles. Ja, maar ik ben niet eens met dat je mij nu in de schoenen schuift dat ik sociale media wil afschaffen. Of dat ik het recht op vrijheid van meningen. Nee, maar je draagt bij aan een slechte naam van sociale media. Nee, maar ik heb één vraag. En de vraag is die harde toon nodig? En ik vind de gemeenheid, en jij zegt je focust dan op het verkeerde, maar ja, dat is toch wat ik tegenkom, die gemeenheid. En dan denk ik, ja, ik heb geen zin om mezelf daaraan bloot te stellen. Dus ik blijf daar uit de buurt. Het is gewoon mijn eigen ding. Ik zeg niet dat mensen de vrijheid van meningsuiting, dat ze daar, dat die moet worden beperkt. Ik doe niet meer mee aan maatschappelijk debat. Nee, want alles over mijn diertjes laat ik zien. Nou, en alle lieve dingetjes, dat vind ik prima. Maar dan kun je ook in stilte doen. Maar jij hebt een cameraploeg meegenomen om daarover te praten. En jij gaat er een uitzending over maken. Ja. En die draagt wel degelijk bij aan het demoniseren van sociale media. Want je had ook deze uitzending kunnen maken. En denken, goh, er is veel gescheld over en op sociale media. Maar is er eigenlijk ook heel veel moois en liefde te vinden? Kan je heel veel uitzendingen over maken. Want er is heel veel moois, hè? Ja dat is ook zo. Er zijn Twitter-accounts om mensen te helpen die dakloos zijn. En dan wordt er heel veel. Dan worden er huizen aangeboden en er wordt huisraad aangeboden. Ik bedoel, er gebeuren aan de lopende band allemaal mooie dingen daar. Maar ook gewoon het simpelweg ongefilterd op de hoogte blijven van wat er in de wereld gebeurt. Dat gebeurt het, het blijft gewoon de allerbeste plek. Als er wat dan ook in de wereld aan de hand is, dan ga je naar Twitter om te kijken wat er gebeurt. Ja, het blijft gemankeerd om digitaal contact te hebben. Maar dat is nog altijd beter dan geen contact. Dan geen contact. Ja. Nou, dat is een zin die ik ga onthouden. Daar ga ik eens op kauwen. Tussen kerst en oud en nieuw reed ik met mijn studiobus naar Soest voor een gesprek met Kiva Alouche van de EO. Hij wilde een programma maken over sociale media die genadeloos zouden zijn en bijdragen aan een cancel culture. En die een belangrijke rol hebben bij de polarisatie en de verharding van het debat. Kortom, het vaste riedeltje van de gevestigde media en de publieke omroep die continu bezig zijn met het in een kwaad daglicht zetten van sociale media. Ik vind dat een gevaarlijke discussie waar media niet aan bij zouden moeten dragen. Zeker als we overheden hebben zoals de EU, maar ook onze huidige demissionaire regering met D66-staatssecretaris Alexander van Huffelen, die op alle mogelijke manieren proberen de vrijheid van meningsuiting van gewone burgers in te perken met taskforces tegen desinformatie en steeds strengere regels voor sociale media. Terwijl juist sociale media het medicijn zijn tegen spindokters, machtsmisbruik, censuur, doofpotten en ander akeligs. Maar ook het medicijn tegen eenzaamheid. Er zijn zoveel eenzame mensen en depressieve jongeren. En ook daarvoor wordt allemaal de schuld gegeven aan sociale media. Terwijl als je ze goed gebruikt, is het juist een bron van sociale contacten. Dus ik ging het gesprek graag aan met Kiva, ook om hem uit te leggen dat hij die sociale media misschien wel heel asociaal gebruikt, maar vooral dat hij als vooraanstaand journalist van een publieke omroep met ons, zij aan zij, zou moeten strijden voor de vrijheid van meningsuiting en dat hij niet met dit soort programma's zou moeten bijdragen aan het in een kwaad daglicht stellen van sociale media. Bescherm de sociale media. Omarm de sociale media en zorg ervoor, juist als journalist, dat burgers via sociale media dingen naar buiten kunnen brengen waar jij ook van zou kunnen profiteren, omdat ze je anders nooit ter oren zouden komen. Omdat ik net als de vorige keer bij mijn gesprek met Thijs van der Brink over de coronakloof wel wist dat er maar weer een paar minuten van ons gesprek uitgezonden zouden worden bij de EO, heb ik dit gesprek weer opgenomen en zend ik het integraal uit. Een mooi gesprek in de bossen van Soest.